plaats zijn, alle drie benen in de finale. Wie ook met drie benen in de finale staat, is nu Klein Schoten voor de Dagsprinters. En plaats dan voor Simon van der Hapert. Dan de race 2, Kevin Barsen, zet de konijnen bij Saline Stad, Giro Kuipers en voor Appingedam is dan Bursa Elvinga. Stuiven zich met deze van de Leerenslid, dus het is nu dan Giro. Kink en inmiddels de Leer, finale Appingedam met de 545, Bursa Elvinga. Kleine mannen met een korte been, dus zitten nog een beetje in hun fietsjes. Eén op 2 in de plaats, nu is dan een beetje van Jeppe Konijnenbelt uitkomen voor de Hoogsprinters. Als we nog steeds hebben leiding, Giro Kuipers. Op plaats is het bij Appingedam, Jesse Elzenga. Wij gaan een poging ondernemen om de eerste plaats alsnog af te gaan zoeken. Waarbij het is, toch zijn naam is geschreven, Jesse Elzenga. Race 3, jongens, 6 jaar, tot een spitbel. Kiano van Flimmeren, vorige avond is Ivan Grote, Sven van de Kook. En de 82, Jaden Brens op de Tissingcross hier uit Schonebeek. Zien we dan aan de leiding volgens mij, Jaden Brens. Op de goed geworst, ik kom dan buiten bij mijn binnendoor. Voor ons avond eens op de thuisbaan. Heeft hij eerst ik heb het wel echt plaats voor drie. Ik ga zo vertellen, ik denk dat het kamer van Glimmeren is. Inderdaad. Het is mee richting de halve finale. Staat nummertje. Ik ben bij de finish. Gaan we naar race 13, langs Uitenburg, Stijn Hopman, Mika Winkelman, Sint-Pus en Jeffrey Zwart, Redening, Dexter Zwaartel en de volgende tussenkant, Ferdinand Welling. 2.35 aan de leiding, 2.35 is Roy Dunning. Neemt met zich mee naar die halve finale in de 2.04, uitgeslagen van Uitenburg. Uitenburg is dit gewoon Lars op plaats nummer 2 richting die halve finale. En dan zoeken we nog een tweede halve finalist. En dat is dan de 7.72 van Jeffrey Zwart, Heilberg hier 3. En dan gaan we naar de vakantieklasse, race nummer 14, Henk de Jonge, Oscar van Eemhoos, Max Nijkamp en voor de Heidemeerlijn komen Rinse Bosma. Wie heeft het dan nog terecht naar die taal is het dan de 640, David Avendings op de tweede plaats de 488, Ramon Thijsters. En de derde pasfinalist van vanmiddag is de 377 van Lady de Pro. Race 22, Tjano Hansma, Brian Berns, Ruben Beersma, Nick Meijering, Peter Veenig, Joshua de Merit en voor de Vera, Tino Walburg. Nick aan de leiding, Brian Berns voor de IJzercross. Op plaats 2, onder de 25 van Joshua de Merit en de Zietap binnen door Peter Veenig met de 618. Gaat het nog proberen om de derde plaats te belachen. Op weg naar die kwartfinale. 125 en Joshua de Munn in de tweede plaats gaat naar de 69 van Brian Berg. En de derde plaats dan voor Peter Felix. Nummer 23. Kof van Rappelooi en Matthijs Stolz. Sena Stoffers. Aan de leiding, 433. Uitkomend voor Milan is het dan Kevin Borrevoet. Op de tweede plaats de 905 van Gijs Kevelaar. En de derde kwartfinalist van vanmiddag is dan de 730. Uitkomend voor Amazonen, Kasselkamp. Amateur Golf, starting met de top 10 voorsprong op de rest van de peloton. De plaats nummer 22, Lurella Tos. Op amateur 3 benen in de finale. Dan zien we op plaats de 300 en de 40 volgens mij is het Arneer van Dan. De 1 aan is het bij de amateur de tweede plaats gaat naar Lurella Tos. En de derde finalist van vanmiddag is Van Dan. Gaan we naar de jongens, 10 jaar, Roland Hengeman, Brian Leeuwijk, Mark Asjema, Beker van de Kemp, Flip, Eén op die mij, en voor Kutten, Ramon Pater.
7-0 in de vijf. Uit andere zorgen plaats in de tweede plaats. 464 Roland Hermans. En de derde in Kortiel. Nummer 59. We zagen het tweemaal over tegenkracht als winnaar. Dus nu een andere kop op. Dat is Stanker Bosch. Dat komt er nog een aanval van tegenkracht. Maar in die laatste bocht gaat hij er nog even onderdoor. Tegenkracht tot die koppositie over 3-54. En dan met de stand Stanker Bosch. 9-5. Dat is voor de 2-59 van Jurien Koor. Dames 12 en 13 jaar met Ida van Dinter, Anna Jacob, Manon Smit, Tim van Hoenen, Sanne Hoogakker, Anne Eikenaar en Sanne van der Kool. 753 koploper Anna Jacob, dat heeft er vandaag mee gedaan. Wie zit er op twee? De stand nummer 100, dat is de naam van Sanne van der Kool. En van nu aan hebben we Ida van Dinter op die derde positie. Anne Eikenaar, die is zelfs door een plekje nummer 4 en dat komt een hele belangrijke plaats worden. Rozenummer 6 gaan we dus overdoen naar Rozenummer 76. Dus de rijders blijft paraat voor jullie herkansing. 592, 82 moet ik zeggen. De kaploper Manon Visser in Rozenummer 61. Nuland zit er volgens mij opnieuw bij. Of is het geen Nuland? Nee, het is de 756 van Ammerzooien. Dat is de 399 op het nummer van Michelle Laponder. En de rest van de... 63 voor Rus, gelijk naar Maasje nummer 3 gaan rijden. Sportenhout, gelijk naar Maasje nummer 3. En dan voor ik nog die race 6 wat over gaan rijden. Stap nummer 32 gaat aan de leiding. Lans van Dongen, tweede man 603. Dat is Jacob Jansen. En de 995 onder de man, net als in de vorige race, Christopher Hoger, Elvin van de Vlaanderen. Voor van 15 jaar, snelle man daar. Stad nummer 603, versie SP Utrecht. De thuisbaan, het thuisvoordeel. En dan gaan we twee mannen elkaar leven, een hele stuur maken. Dat is de 910. Dat is een van Kevin Elders en de 277. Dat houden we vaak overeind. Bestman van het is het Richard Kalsma op die tweede positie, 171. Oscar van der Hemel en de 278. Jurgen Peester en de 5e man, dat gaat heel belangrijk worden. Op dit moment 435. Frank Belvoet. Rozenummer 69, dames 14 en 15 jaar. En nu kijken wij naar Robbie Huisma als koploper in race nummer 69. Sterkaan met Suzanne Jagersma op 2. Dan hebben we de 200 en de 329 Nadine van der Steur. En ook hier gaat het 4 rijders rechtstreeks naar de finale toe. Wie is onze vierde dame? Dat was in de vorige race volgens mij René Planting. En die zit nu weer op de vierde positie. Dan ook mee naar de... Met onder andere... Stoppen zonder stap nummer 562, pakt op nu de kopstap. Maar dan krijgt hij mee, rijders van de Bussingcrossers, rijders van Apeldoorn, Putters de Paap. En natuurlijk de Spartaan met Victor Soma. Deni Stoppels aan de leiding. Daar hebben we op 2. Stoppels is nog steeds stoppen. Dat speelt het 800, de 600, 800 weer moet zeggen. Een nummer van Dirk Turksema. Dan zit daarbij de paard Benenstaat met Stijn Papok. En daar gaat zich daarmee bemoeien. De 778, het nummer van Brian Spoel. Vier rijders naar een halve finale toe.